Hier, luipaardenhok. Wat? Luipaardenhok. Luipaardenhok. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Gierige Gasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En Martijn, we gaan vandaag eens even kijken wat precies de privileges zijn van een bouwvakker. Want ja, volgens mij kun je heel veel gratis krijgen. Maar ja, dan moeten we er wel een beetje geloofwaardig uitzien als bouwvakker. Althans, ik dan. Ik moet me even omkleden. Oh, ik heb al een goede bouwvakkerskop, wil je zeggen. Je hebt een mooie bouwvakkerskop. Nou, dat vind ik aardig van je. Alsjeblieft. Oké, kleding. Goed, helm. Oké, okay. Dank je. Je hebt ook wel echt bouwvakkerschoenen aan, hè? Nee, jij hebt mijn schoenen aan. Plan de campagne. Hierachter staat een hele grote bouwkeet. Ik weet dat ze daar altijd binnenlopen, 's ochtends voor een koffietje, ja, voor een klein gebakje misschien. Maar we moeten gewoon goed gaan bluffen. Dus ja, het eerste woord wat we daar roepen is, goeiemorgen. Goeie borrel. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Maar wat zeg ik? Koffie. Oké. Wat gaat dat hier? Een beetje sinus. Oef, oef. Dus ik had ook niet verwacht dat het hier 5 sterren lunch zou worden. Ja, kom op, een koffietje maar je wel gratis krijgen. Nee, we hebben in ieder geval één van dat je gekregen. Moet buiten de bouw gaan zoeken, denk ik. We moeten buiten de bouw gaan zoeken. Je moet gewoon voor je eigen koffie betalen daar. 20 cent. Maar we hebben de conclusie getrokken dat we het buiten de bouw moeten gaan zoeken. Ja, we moeten gewoon... Laten we eerst wakker worden, man. En wat wakker worden? Filmpje pakken. Gaan we even naar de bios. Hier zo, zaal 1. Nou Niels, waar zitten we dan? Welke film zit er eigenlijk? Geen idee, maar gaat zo beginnen, dus laten we er lekker van genieten. Het was best wel een leuke film. Het was een leuke film, ja. Assassin's Creed. En dat ging makkelijk. En dat ging heel makkelijk. En ik heb honger gekregen, laten we lekker gaan lunchen. Ja. Hoi, goeiedag. Ik ga denk ik voor een kippie of zo, hoor. Jij neemt die? Ja, ik ga wat. Je zou wel denken, wat doen twee bouwvakkers in de bibliotheek? Ja, we zijn gewoon aan het werk, hoor. We zijn al 2 dagen bezig met die lift, maar als het goed is, is het geregeld met jouw manager. Tot 7:45. Ja, maar was dat niet al... Ik heb gisteren zo'n consumptiebon ingeleverd. Oh, oké. Dus op die... Ja, precies. Dus... Dat het nu een dagje extra is. Ja, dus, oké, okay, nou top. Hartelijk bedankt. Super. Hoe de fuck kan dit, ouwe? Het was gewoon een lekker praatje. Dit was gewoon een goede bal, hoor. Dit was gewoon een goede bal, hoor. Ja. Kregen we net een belletje van Artis? Ja. Wat was er precies aan de hand? Nou, het luipaardenhok stond open. Ja, het gaat niet meer dicht. Dus dat is heel link. Dat moet even gerepareerd worden. Luipaardenhok. Wat? Luipaardenhok. Luipaardenhok. Achter. Ja, hebben ze wel luipaarden? Ik heb luipaarden. 10 euro is maar. 10 euro? 10 euro. Weet jij waar Art is? Hij loopt daar. Nou, zeg maar dag Art is. Dag Art is, dag diertjes. Tot de volgende keer. Conclusie. In je eigen bouwkeet word je ondergewaardeerd. Ja. Maar daarbuiten? Ja, dan voel je je gewoon koning te rijk. Dan ben je koning te rijk. Ja. Dus word allemaal bouwvakker, want het is gewoon echt chill. Ja, maar ga vooral gewoon niet naar je eigen werk. Je krijgt alles buiten de deur toch gratis. Dus waarom zou je dan nog werken? Inderdaad, mooi. Vond je daar nou een leuke video? Dan moet je gewoon even liken, abonneren. De hele mikmak natuurlijk doen. We hebben Facebook, Instagram.
Twitter. We kopen ook merchandise. Misschien moet je maar eens wat kopen. Misschien moet je ook gewoon maar een beetje kijken naar onze website www.gierigasten.nl. Ja. En wie weet komt daar echt iets heel leuks naar voren wat je heel graag wil kopen. Inderdaad. En koop het dan ook gewoon. Stel jezelf eens open naar de wereld. Vooral naar de gierige gastenwereld. Goed. Dat moet ook eten. Tot volgende week. Joe.